Naar Hanse Geus, Hans, want dit nieuws over Facebook dat sloeg nogal in als een bom. Behoorlijk, ja. Aandeel ging 8% onderuit. En dit is dan één dingetje misschien bij Facebook. Maar je kunt natuurlijk eigenlijk veel breder trekken. Want wat ze met politiek doen, gebeurt natuurlijk ook met andere dingen. Hoe we gemanipuleerd worden. Reclame inspelen op emoties. Dus dat kon nog wel eens een veel breder effect hebben. Maar het is eigenlijk veel meer. Ik wou het heel breder trekken. Want je zag eigenlijk alle vangaandelen omlaag gaan. De hele techsector ging omlaag. De Nasdaq deed niet goed. En er hangt natuurlijk veel meer boven het hoofd. Ik heb er wat op een rijtje gezet. Nou, Facebook-schandaal hebben we dus al gehad. EU is natuurlijk steeds bezig met boetes. Er komt misschien een belasting over de hele wereld voor alle techbedrijven. Daar wilde Oeso Steven Tuij op af. Daarnaast natuurlijk die handelsoorlog. Die gaat met name techbedrijven als Apple misschien raken. Want die halfproducten die gaan 8 keer de wereld over voordat ze in een iPhone zitten. Dus dat gaat misschien heel veel pijn doen. Nou, dat Uber-verhaal kan je toch ook in die lijn zien, want het is toch een teleurstelling voor het hele AI, het kunstmatige intelligentieverhaal. We hadden al dat grote bedrijven een beetje beginnen te staken met adverteren op Facebook bijvoorbeeld, hè, Unilever, Procter & Gamble, omdat het toch niet zo effectief blijft te zijn. Het is een beetje in tegenspraak met het eerste punt, dat geef ik toe, maar toch, het gebeurt. En tenslotte natuurlijk antitrust, dus Trump die is bezig. Trump is niet bezig, maar er wordt steeds meer gekeken van, ja, hebben die bedrijven eigenlijk niet veel te veel macht? Niet alleen jegens de consument, maar ook jegens hun werknemers die ze misschien lagere lonen kunnen betalen. En dat is nogal een belangrijk verhaal, want elke start-up wil natuurlijk de grootste worden, wil ook een monopolist worden, wil ook een winner-take-all worden. Maar als dat hele vooruitzicht van dat je dat kan worden, want je wordt toch opgebroken, als het wordt doorgespoeld. Ik noem maar wat, vrijdag gaat Dropbox naar de beurs. We hopen natuurlijk dat zij ook zo'n monopolist wordt. Maar als die weg wordt afgesneden, ja, dan krijg je toch een heel ander waarderingsverhaal. Maar er staat nogal wat op het spel als het gaat om waarderingen. Absoluut, want als je kijkt hier even naar dit plaatje, zie je dat de Nasdaq na de grote sell-off van februari gewoon een vrolijke nieuwe high heeft gemaakt. Waar de S&P dat ruim niet heeft gedaan. Dus de S&P, ja, min of meer in een downtrend zou je kunnen zeggen. Nasdaq leek dat niet te zijn, maar als dit omslaat, ja, dan betekent dat, hè, dat die extra winst die daar in tech is geboekt de laatste jaren eigenlijk al, en de hoge waarderingen daar, waar natuurlijk al lange vraagtekens bij waren, dat het wel eens extra hard omlaag zou kunnen gaan. Kijk, we leven nu in tijden van hoogconjunctuur. Dan wordt er erg gekeken naar die techsector, want daar wordt de hoogste groei van verwacht. Ja. Nu zie je dat op de beurs, althans allerlei, door dat rijtje maatregelen ook, lijstje factoren wat jij noemde, het sentiment hier een beetje dreigt om te slaan. Dus dat betekent dat je wat minder groei in die sector gaat zien. Is dat omgekeerd, als dit een economische indicator is, is dat dan ook een indicator voor wat mindere groei? En is dit een waarschuwing? Het zou natuurlijk kunnen. Kijk, stel je verwacht economische groei, dan culmineert dat bij die techbedrijven. Want daar, die zijn zo afhankelijk van toekomstige winsten en minder van huidige winsten. Dus als je inderdaad die hoge groei verwacht, dan zie je dat met name in dat soort bedrijven terug. Dus je kan het ook omdraaien inderdaad. Je kan hun zien als een signaal, als het daar minder gaat, dat er kennelijk minder economische toekomstige groei is. Dat zou kunnen. Andere analyse is gewoon dat het met die techsector zelf niet zo goed gaat. En dat bedrijven als Unilever en Axo gewoon lekker door kunnen groeien. Maar ja, wat daar de waarheid van is, weet ik niet. Maar ik vind het een interessante gedachtegang. Okay.